Dames en heren, welkom in mijn kantoor. Jullie zagen in de intro dat ik mijn eigen kantoor heb, super dik. Alleen, jullie kennen misschien deze kamer van de lijsten van de video's. En het ding is, ik moet nu alles gaan overzetten. En ik neem jullie daarmee, ik moet mijn hele setup opnieuw gaan bouwen. Let's trips, het hele kantoor, ga ik jullie laten zien, ik ga jullie meenemen. En ik hoop gewoon dat jullie het super dik vinden. Maar, hier stond mijn PC dus, beeldscherm zijn er allemaal vanaf. Box moet er mee, heads moet mee. En als je even naar de onderkant gaat, kan er even omlaag, want spietjes zitten wel vaker. Deze is mijn oude PC. Ik heb, dames en heren, een nieuwe PC gekocht. Bizar. We gaan alles inladen. Misschien neem ik daar ook weer mee. En dan gaan we gewoon richting het kantoor. En dan neem ik jullie mee. Hier hebben we de beeldschermen staan. 1, 2. We hebben hier ook nog een softbox staan. Plus de grote beeldscherm. Die nemen we allemaal mee. Dus let's go. En ja, dames en heren, mijn oude PC. Mooie achter zitten tevreden, zoals altijd. Deze oude PC. Laat weten even in de comments wat ik hiermee moet doen. Ik zou het niet weten. Maar deze laten we even in. Begint te hozen, maar. Renier had een perfecte oplossing. Een paraplu. Altijd heb je de goede oplossing, hoor. Wie bedenkt het? Wie bedenkt het? Okay. Boksen moeten mee. Niet normaal! Waar wil je auto? Hij is dicht! Hij is dicht, wacht. Pak mijn autosleutel. Het ziet er heel raar uit. Alles heb ik er binnen geladen. Je ziet het hier in mijn oude PC. 3 monitoren. Ik gebruikte deze. Monitor gebruikte ik laatst voor de samenwerking. Iets te groot. Die gaan we natuurlijk aanpassen. En ook zien jullie nu al een klein stukje van het kantoor. Hele tour. Het uiteindelijke resultaat ga ik het einde laten zien. Blijf gezellig kijken. Dit hier uiteindelijk wordt mijn setup. Hier ga ik zitten te gamen, te livestreamen, te video's maken. Alles. Je ziet hier de monitorarm. Super dik had ik eerst nog niet. Ik heb hem weer opgetild. Dit is het bakbeest. Mijn nieuwe, gloednieuwe PC. Ik ga hem zo meteen ook voor de eerste keer aansluiten. Het is echt een bizar ding. Er zit niet heel veel lichtjes in. Maar dat bouw ik niet heel veel. Hier zit de beste van het beste wat op dit moment verkrijgbaar is, zit hierin. We gaan soms installeren. We hebben ook glasvezels bij het kantoor. Dus we hebben het beste van het beste internet. We nemen jullie mee en gaan alles installeren. Let's go. Lopen we hier even naartoe en dan zien we hier eigenlijk een kantoorlange ledstrip. Die ledstrip is nu 8, 7 meter. Komt nog 3 meter bij, alleen die heb ik besteld. Die komt vandaag goed dus binnen. Willen we hem vanaf hier helemaal naar boven trekken? Helemaal trekken. Helemaal naar onderen. Dus dat gaan we deze video ook nog installeren. En dat uiteindelijke resultaat gaat super dik worden. Dus blijf kijken. We zijn hard aan het sjoegen. Renier is zelfs in de schoonmaak. Dat was gewoon in de krant. Hij is bezig. Ongekend. Ik heb er niks hangen. Altijd, dames en heren, is geen cap. Maar altijd heb ik twijfels al. En misschien is dit gewoon de video waarin het gaan uitkomt, of niet? Ik ga binnenkort de video uitleggen maken, jongens. Schat dat hij nog YouTube heeft. Het tweede beeldscherm hangt. Oh, dit staat zo tanto clean. Oké, dan het derde beeldscherm staat nu ook. Die laten we zo meteen zien. Maar natuurlijk voor de livestream video's. Is de microfoon ook wel handig? Alright, we got him almost ready. De app heb ik ook geïnstalleerd, als je het een beetje kunt zien. Op deze app kun je zeg maar de kleuren veranderen. Kijk, van dit derde bureau maken we ook een soort van klein setupje. We hebben hier een beeldschermpje, toetsenbord, mijn oude toetsenbord, want ik heb een nieuw toetsenbord. Ga ik zo meteen ook laten zien. We gaan eerst hier maar even ons oude PC neerzetten. Mijn oude PC. Wat ik daarmee ga doen, is de vraag. Laat zo eens even een comment achter wat ik mee daar zou kunnen doen. Goed, de stoel heb ik nu ook gebracht van het huis naar hier, naar het kantoor. Dus die staat er ook. De PC is nu ook geïnstalleerd. The beast. Dit beest is al te duur geworden geweest. We gaan geweest. Ik heb dit nog nooit van mijn leven gezien. Setup is eigenlijk bijna klaar. Jullie zien hier fantastische 3 beeldschermen. 2 softboxen staan aan. Verder, de muismat komt morgen. Plus de verlichting hangen we ook morgen op. En dan is in principe het meeste klaar. Goed, het is 's avonds en we gaan dus de ledstrip ophangen. Je hebt hier een bepaalde plakstrip, die moet je er even afhalen. En dan gaan we hier helemaal weer langs. Heel prima. Nu helemaal gefixt, gaan we met vader. De laatste ledstrip gaat er nu in. Nee, nou, de eerste keer een stekker erin. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Helemaal 10 meter lang. Ja, heel dik. Heel dik. Ja, dit is echt super clean. En wat ook handig is, dames en heren, mijn RGB muismat. Hele grote 90 bij 40 centimeter deze muismat. Zo, die is ook geïnstalleerd. En kijk eens aan, ladies and gentlemen. Super nice. Eindelijk ziet het er dan zo uit met dit op de background. Het is tijd voor het einde. Jullie gaan zien hoe het uiteindelijk dit kantoor, het eindelijke resultaat. Dames en heren, geniet ervan. Ja, dames en heren, dan is dit de officiële tour die ik ga gooien. Ik ga alles langs van vierkante meter naar vierkante meter en ik ga jullie meenemen. Ik doe eerst even de lampen uit, dat is wel het mooiste, want de ledverlichting is nu ook helemaal klaar. Dat, dit is het mooiste. We beginnen hier, dit is letterlijk de eettafel, de vergadertafel, wat je ook maar wilt noemen. Hier gaan we eten, hier gaan we vergaderen voor nieuwe content, met natuurlijk whiteboard. Dan rekenen we nieuwe plannen, creatieve plannen. Gaan we door, hierachter is een wc, is nodig, want jullie weten allemaal, voor mijn livestream schijt ik natuurlijk altijd eerst even op de wc. Dus dit is handel, licht er automatisch aan. Het is niet groot, maar hoeft ook niet. Gaan we hier gelijk door? Hebben we hier een hele nieuwe koelkast? Ja, ik vind hem echt super, super lijp. En
Ja, hij is ook goed gevuld. Laten we gaan openen. Super clean. Zoals jullie zien gaan we dat aardig veel zuipen. Natuurlijk wel de Cola Zero. We gaan door. En we komen eigenlijk aan bij het keukentje. Kunnen de lampen ook even aandoen. Kastjes zijn gewoon ook gevuld. Hier hebben we kastjes voor het eten, drinken, wat je ook maar wilt kwijt. Dus that's that. Hier hebben we een inductieplaat. Jullie weten, de gasprijzen zijn gestegen in de lucht. Dus een inductieplaat is wel beter. Gaat gewoon op stroom en dus niet op gas. Dus dat is chill. Komen in dit hoekje. Natuurlijk, we houden de setup voor het laatste dames. Dus blijf lekker kijken. Waar jullie waarschijnlijk allemaal van hopen en wachten. Hier hebben we een klok. En hier gaan we gewoon te werk voor de bestellingen. Dus voor zowel de kleding die gaat binnenkort komen. En de supplementen. Gaan jullie binnenkort ook meer over te weten zien komen. Want dat is ook een beetje vaag nu. Snap ik. Hier hebben we een rek staan. Hier komen alle supplementen in. En ook natuurlijk de nieuwe kleding die binnenkort er ook aan gaat komen. Dus stay tuned. Hebben we hier een gloednieuwe bank. En die ligt lekker. Ongekend en hier kan ik goede dag aan leggen. Als we doorlopen, gaat hier natuurlijk, is het toch een beetje leeg. Hier komt een soort van tafeltje met daarop natuurlijk een televisie. Richting de bank kunnen we heerlijk Champions League avonden kijken met z'n allen. En dan komt hier ook gewoon een tafeltje waar we het eten natuurlijk op te staan. Lekker wat hapjes, buikje moet natuurlijk goed gevuld worden. En dan is het tijd om naar de setups te gaan. We hebben 3 bureaus, ik ga het je allemaal uitleggen. Dit is bizar clean. Het komt op beeld nog anders over moet ik zeggen, maar we beginnen aan deze setup. 3 beeldschermen, super clean. Het zijn 2 oude 7 beeldschermen plus 1 BenQ. En voor de mensen die zich afvragen, voor wie is dit bureau nou? Dit is voor mijn broer, die werkt samen met mij aan het YouTube kanaal, dus that's it. Als we in dit bureau komen, hebben we natuurlijk gewoon, dit is het overige bureau zeg maar. Toetsenbordje, mijn oude muis, mijn oude beeldscherm, knijtig groot beeldscherm. En mijn oude PC komt hier eerst te staan. Wat ik daarmee ga doen, laat het weten in de comments. Dit is gewoon voor iemand die langskomt, René, Jean, Pieter. En dan komen we aan bij mijn eigen setup. Het leukste misschien, ik ga de softbox aanzetten. Ik ga het laten zien, hier ga ik werken, hier ga ik livestreamen, video's maken, alles. En kom maar mee, ik zou zeggen, draai de camera mee. 3 beeldschermen, ook 2 AOC, super clean. Dit is een BenQ. Iets dikkere rand, wil ik misschien later ook nog AOC maken zodat het nog cleaner staat. Muismat, nieuw toetsenbord, nieuwe muis. En dan komt hier dus de camera op te staan voor de video's en livestreams. Ik kan jullie 1 ding garanderen. Maar inderdaad, jullie zien een achterrand ding. Dit is voor de livestreams, eventueel voor video's ook kunnen gebruiken. De green screen. Maar er is 1 ding. 1 ding is super lelijk aan dit kantoor, want jullie gaan zo meteen ook de after effect zien. Eindresultaat zeg maar. Dit is het enige nadeel aan dit kantoor op dit moment. En het enige lelijke. Dus, dit moet gefixt worden. Heb je tips? Weet je wat die dat kan fixen? Laat het weten. Maar laten we nu doorgaan naar het eindelijke resultaat met de shots. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace chunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-fold weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Two, too crazy and I got three, bad ones and they ready. Dit is al het einde van de video. Bedankt voor alle support, jongens. Zonder jullie had dit nooit gekund. Dankbaar. En de content gaat hier 100% door stijgen. Het wordt next level en helemaal op het Real Life kanaal. Joris Storm 2. Check het in de beschrijving. Namens heren, groeten.